weet je nog niet wat je later wil worden, dan moet je zeker op Skillsmasters zijn, want hier heb je allerlei soorten banen. Denk maar aan bakker, kok, politieagent of misschien wel een radio DJ. Coming out your mouth with your blah blah blah. Zip your lip like a padlock. Nou, als je naar Phonics luistert, dan hoor je muziek. Je hoort iemand praten. Je hoort weer muziek. Soms hoor je beide. Maar hoe moeilijk is het nou om zelf radio te maken? Of misschien heel makkelijk? Nou, Phonics geeft jou hier de kans om het zelf uit te proberen. Hey girls, jullie gaan zo meteen radio maken. Ja, klopt. En zijn jullie al een beetje nerveus? Ja, een beetje. Beetje, hoe komt dat? Eerste keer. En denk je dat het gaat klinken zoals op de radio? Nou, ik hoop van wel, maar je weet maar nooit. Welkom bij jezelf. Welkom, leuk dat je luistert naar Phonics hier vanuit Ahoy Rotterdam, Skillsmasters 2010. Mijn naam is Jasmina en ik zit hier niet alleen, want hiernaast zit... En hier ben ik dus, Leila. Zo gaan we elkaar even wat vragen stellen. We gaan eerst luisteren naar Chef Mali Didi. Didi. Hey Lavina, jij hebt je net ook aangemeld voor de radio workshop. Waarom ben jij hier? Ja, het lijkt me gewoon heel erg interessant om dit te doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Eigenlijk weet ik niet echt wat ik moet doen. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar dat maakt niet uit. Dat zijn gezonde zenuwen. Ja. Hoe voel je? Ja, ik voel eigenlijk is het best wel spannend. Ik heb een raar gevoel in mijn buik. Het is de eerste keer dat ik het ga doen. Maar ja, ik denk wel dat het gaat lukken. Welkom terug. Dit was Shep Galit met Didi. En ik zit hier nog steeds naast Leila. Leila, wat doe je hier? Ik kom hier een bezoekje brengen bij de Skillsmasters. En wat doe jij hier? Nou, ik ben ook hier opleiding aan het kijken voor een opleiding. En heb je al wat leuks gevonden? Nee, niks voor mij. Niks voor jou? En heb jij leuke jongens gevonden? Nee, ik ben niet op zoek. Het is leuk om te praten en dan betaald te worden. Ja. Maar je moet het ook kunnen. Ja, ik moet het ook kunnen. Dus ja, ik ga nu kijken of ik het kan. Als ik het kan ik het. Ja, dan wil ik het graag doen. Dan ga ik jullie niet langer ophouden, want jullie gaan je draaiboek maken. Intro, hoe jullie nummer aan gaan kondigen, afkondigen, elkaar interviewen. Dus begin daaraan en dan spreken jullie zo meteen. Met wie ben je allemaal? Nou, jullie hebben net de spits mogen afbijten, was het? Ja, dat is echt heel erg spannend. Ja. Wat vond je zo spannend, hè? Nou, omdat echt mensen die zitten echt maar op je... Ze kijken naar je en ze luisteren echt alles wat je zegt. Dat wordt dan... ja, iedereen kijkt naar je. Dat is echt eng. Ja, dit was Beyoncé met Halo. Ik ga zo weg. Ja. Nog succes op Skillmasters. Ik was Lavina. Ik vond het in het begin een beetje eng. Maar achteraf denk ik van, ik had helemaal niet zenuwachtig over zijn of zo. Ik vond het wel leuk. Maar nu je dit hebt meegemaakt, zou je dan nog wel de radio DJ willen worden? Ja, het lijkt me heel erg leuk. Ja, zeker. Ja, welkom allemaal weer terug hier zo bij Phonics. Was een dope track van Winnen, lotgenoot. En ja, we zijn nog steeds hier bij Ahoy. En Ayrton, wat doe jij eigenlijk hier zo? Ben je hier alleen om chickies te versieren of hier eigenlijk om een opleiding te zoeken? Nee. Ik kom hier eigenlijk voor een opleiding. Maar ik heb zelf wel een opleiding die ik liever wil doen. Sport en bewegen. Lijkt me een hele leuke opleiding. Ik hou van lesgeven, ik hou van sporten. En ja, dat komt allemaal erin voor. Wanneer ben jij hier eigenlijk? Ja, ik ben eigenlijk hier zo, kijk, ik zie allemaal mooie dames hier zo, weet je toch. Ik ben eigenlijk die grappenmaker, maar ja. We gaan nu eigenlijk weer door naar onze volgende track. Van een dope rapper uit Hoogvliet. Is eigenlijk een hele goede matte van mij. Hef Bundy met Fok met me. Hef, partij van de straat, street knowledge en black ice, bitch. Hoogvliet, zal een plaat. Echt dope, wat vonden jullie zelf van? Ja man, ja, het is een ervaring die ik heb meegemaakt gewoon. En ja, voor de eerste keer dat ik het heb gedaan,
Ik vond het wel goed gaan gewoon. Ja, ik vond het ook heel goed gaan. En jij? Ja, ik vond het ook wel leuk om te doen. Ik dacht eerlijk, ik had er eerst echt niet zoveel zin in, want ik ben niet echt die prater. Ik heb een beetje verleefd en zo. Maar nu ik heb gedaan, was het wel leuk om te doen. Ja, op een gegeven moment kwamen jullie wel helemaal in. Big up naar die, big up naar die, big up naar die. Ja, kijk, het was eigenlijk gewoon een momentending gewoon. Ja, je verzint gewoon dingen terwijl je aan het praten bent. Het is gewoon, als je aan het praten bent, moet je gewoon alvast dingen in je hoofd hebben. Niet op papier, maar alvast dingen in je hoofd hebben die je alvast wil zeggen gewoon. En ja, die dingen kwamen gewoon precies uit gewoon hoe je het wil doen. Het is helaas afgelopen. We gaan een paar mensen bedanken. Waaronder... We willen graag Mo bedanken. We willen graag Hassan bedanken. We willen graag Fijan bedanken. Hele cameraploeg hier zo. Phonix crew, iedereen. Vandaag was helemaal geweldig. Op Ahoy. Ik zweer, hè, jullie zijn helemaal top. Rotterdam. Ciao. Salute, boy.